Yo dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Minecraft Kingdoms. Ik ben weer eens in de Foxcraft server en ja, helaas, de terugnieuws, de kluis is weg. Hebben mijn broer en ik gedaan. Voor degene die het niet weet wie mijn broer is, dat is Big the Pet. De kist wat hier zo stond. Is ook weg. Althans, dat denken jullie. Maar we hebben alles opgeborgen. Plus, hij heeft ook hier wat neergezet, I guess. Plus, hij is ook bezig met een mijn hier beneden. Vandaag speel ik heel toevallig even alleen. Misschien dat ik later op de avond, misschien vanavond ook nog even live ga. Samen met hem. Hij was hier blijkbaar ook bezig met iets, maar ik weet niet wat. Ja, oké. Maar ja, dan ga ik even weer terug naar home. En Wondook slash daily. Voor degene die gelijk in de comments gaan vragen van, oh, is hij ook online? Nee, ik had het laten zien, hij is niet online. Ik ben de enige van mijn clan nu online. Dus ja. Oh ja. Dat wou ik ook nog gaan doen. Namelijk. Hier naar beneden. En dan. Even kijken hier. Dan doe ik hier even mijn iron in. Plus, ik ook gelijk even laten zien wat er gebeurd is ook in de tijd dat ik offline was gegaan, want mijn plek was helaas vernietigd. Mijn clan bestaat nog wel gewoon, alles van mijn clan is er nog gewoon. Maar niet meer van mijn clan was het blijkbaar. Maar ja, onze claims van mij waren weggehaald. En dan ga ik weer terug hier naar beneden, naar een mijn, waarvan mijn broer trouwens niet weet dat dit ook nog eens van ons is. Want dit wou ik geheim houden eigenlijk. Want daarvoor moet je best wel veel damage nemen om in die mijn te kunnen komen. Maar dit is echt een mijn wat nog weinig van mensen vanaf weten. En dat deed ook ze. En daar kom ik in deze mijn uit. Dan kom ik bij dit ingang uit. Want mijn andere mijn zit echt letterlijk daar. Even de redstone hier. Sorry Patrick dat ik mijn andere mijn ingang verborgen heb gehouden voor je. Yo. Oh mijn god. Dit mogen eigenlijk weinig mensen vanaf weten. Zelfs ik wist niet van deze amethyst af. Voor degene die niet wist waarvan die andere ingang was, dat was ook allemaal amethyst. Maar hebben we allemaal weggehaald. Vonden we fijner.
Plus deze amethyst neem ik mooi mee. En ja. Dit doe ik puur voor de eigen opslag, waarvan mijn broer toch niet weet dat ik een geheim opslag heb. En die is het echt best geheim. Wat jullie het goud als kijkers al wel weten waar het zit, maar toch niet gaan vertellen aan hem. Trouwens, de helft van de beeld in de clan is mede mogelijk gemaakt door mijn broer. Maar slash home. Ik wil het als een klein cadeautje aan hem geven. Moet ik even hier. Nee, pas. Huh? Oh ja. Hier. Zou ik ook ooit wat neerzetten, maar er is nooit wat van gekomen. Want hier wou ik een zo'n chat generator maken, maar nooit wat van gekomen. Waar zat het ook alweer? Oh ja, dit was ooit ook een geheim iets, maar dat had ik aan mijn broer verteld, dat hij het kon pakken gewoon. Uiteindelijk, anders werd het meegenomen, alles. Dus ja. Ups. Ik liep naar binnen. Hè? Ja, was ik het ook alweer? Dat geheime ding van mij. Nee. Huh? Fuck. Ik ben vergeten waar ik hem ook weer had. Maar ja. Oké. Okay. Ik weet niet waarvan deze ook weer was. Maar ja, slash home. Volgens mij was het echt letterlijk ergens in een heel sneaky hoekje. Dat er een zo'n. Oh ja, ik weet het weer. Hier. Ja, ik moet eerst even weer naar boven toe lopen. En ja. Zo, heb ik de mensen weer genoeg. Dan
ik even hier een stukje uithakken. Want maar begon ik toch nooit mijn video's, dat weet ik heel toevallig. En ik kan hem ook niet erbij halen. Want ja, hij is nu heel toevallig aan het werk. En dit was heel toevallig van mij. Een vrijdag. Dus dat kan ook mooi de opname even doen. Hey, ik was gebeld. Blijkbaar. Door wie? Oh, geen idee. Oh ja, volgens mij komt een goede vriend van mij. Die me had gebeld. Maar ja, ik zit midden in een opname, dus ik kon het niet opnemen. Waarschijnlijk wou hij iets zeggen. Maar ja, hij weet ook van mij dat ik heel vaak ook in opnames zit. Dus ik kan ook niet zomaar oppakken. De video van vandaag is ook niet heel erg lang. Dus dat ga ik ook zo afsluiten. Tot de volgende video dan. En abonneer ook op mijn YouTube kanaal. Like deze video. En tot de volgende video. Adios.